Hi, ik ben Maxine, koffie-expert en ik ga jullie het nieuwe koffieritueel laten zien. Allereerst maak je de nieuwe verpakking open met een schaar. Vervolgens pak je de capsule eruit en die stop je in de machine. Ik heb deze keer gekozen voor de Peru Organic, die hoog groeit in de Andes. Daardoor heeft hij tonen van graan en citrus en daarnaast is hij ook op biologische wijze geteeld. Dat betekent dat de koffieboeren geen gebruik maken van chemicaliën, maar alleen van natuurlijke bestrijdingsmiddelen. Dan is de koffie klaar. Daar gaan we zo lekker van genieten. Maar het belangrijkste is dat je even wacht voordat je de hendel door laat lopen. We hebben dus nu een paar seconden gewacht. Laat dan de capsule rustig doorvallen. Het kan soms gebeuren dat de capsule vast komt te zitten. Dan pak je een lepel en help je de capsule langzaam op weg om door te vallen. Nadat je de koffie hebt gezet, is het namelijk goed dat je hem composteert. Thuis op je composthoop of op je compostbak op je balkon. Leeg dan het capsulebakje, verzamel de capsules. Als de capsules erin zitten, sluit je gewoon de deksel. Dat was hem. Maar eerst even lekker genieten van je koffie.